Welkom bij deze nieuwe aflevering van Rix Pakt. Ik ben Rix en op mijn kanaal gaan we het alfabet belangstelligen bij elke letter twee leuke recepten. We zijn bij het tweede F-recept aangekomen, dus gaan we Frieske doemkes maken. Ik heb mega veel zin in, laten we snel beginnen. Oké, voor de Frieske doemkes ga ik als eerst wat amandelen fijn hakken. Ik heb hier 80 gram geschaafde amandelen. En dat doe ik gewoon in zo'n klein machientje. Hij is nu niet mega fijn, maar het is juist wel lekker om een klein beetje wat stukjes erin te houden. Want dan proef je straks terug in het koekje. En dat maakt hem heel erg lekker. Laten we even hier staan. Dan gaan we nu de boter, dit is 150 gram boter, die gaan we nu in de keukenmachine doen. En die gaan we een beetje glad en een klein beetje luchtig roeren. Suiker die gaat er nu bij. Zo. Schaap even alles los van de kanten en dan gaat het eerste eitje erbij. Schaap nog één keertje even alles van de kanten. We gaan nu de bloem erbij, dat is 250 gram bloem. En nog één theelepel zout. En dat gaan we weer even mengen. Dan als laatste gaat er nog 1 theelepel anijspoeder, 1 theelepel gemberpoeder en 1 theelepel kaneelpoeder bij. En de gehakte amandelen. Ik heb hier een stukje plastic folie en daar gaat het deeg op. Deeg is best wel plakkerig, daarom heb ik het ook in de keukenmachine gemaakt. Want er zit best wel veel boter in. En Frieske doemkes, dat zijn echt hele lekkere knapperige koekjes, voornamelijk voor bij de koffie die we kopen. En ze hebben een hele lekkere anijssmaak en ze zijn lekker knapperig en alles. Het zijn echt een van mijn favoriete koekjes. Naast mijn chocolate chip cookies natuurlijk, daar heb ik ook een video over gemaakt. Ik ga hem in het linkje even linken. Kan je die ook kijken als je dat leuk vindt. In Frieske doemkes horen eigenlijk hele anijszaadjes, maar dat kon ik niet vinden. Dus heb ik nu poeder gebruikt. Mocht je anijszaadjes kunnen vinden, dan moet je die eventjes een kwartiertje weken in wat water, zodat ze niet al te hard zijn voor dit koekje. Maar dat maakt de koekjes beter. Ik doe er nog een stukje plastic folie overheen en dan kunnen we hem mooi plat maken. Dan moet het ongeveer 1 centimeter dik worden en dan kunnen we zo meteen het mooi gaan snijden. En dan kunnen we mooie rechthoekige koekjes ervan gaan maken. Zo, ik heb hier nu een mooie plak en die gaat nu ongeveer een half uurtje de koelkast in. Of iets langer, totdat hij mooi stevig is. Zodat je er mooie vormpjes van kan snijden. Dus die gaat nu de koelkast in en dan zijn we zo weer terug. Zo. Hier hebben we deeg. Hij is mooi opgesteven en een stuk steviger dan dat hij eerst was. Omdat ik hem al heel mooi heb uitgerold voordat hij de koelkast in ging, kun je hem nu gelijk gaan snijden. Thank you.
klein beetje in, zodat hij niet blijft plakken. Zo. Dan heb ik hier messen en daarmee ga ik de koekjes uitsnijden. Als eerst halen we lelijke randjes er wat af. Zo. En dan ga ik ze in mooie vormen snijden. En dit is een hele mooie grote voor een doekje. Ik leg ze op de bakplaat en ik hou tussen elk koekje een klein beetje ruimte, zodat als ze een beetje uitlopen, ze niet gelijk tegen elkaar aanpakken. Ik heb wat meer deeg dan dat op mijn bakplaat past, dus ik ga eerst deze portie bakken en daarna de volgende. Ze gaan voor 25 minuutjes in de oven, hij is op 180 graden voorverwarmd en ik ga ze dus bakken totdat ze gaar zijn. Oké, de koekjes zijn klaar. We hebben ze een beetje laten afkoelen. Dus nu gaan we ze mooi neerzetten op een mooi plankje. Die heb ik hier. Ze ruiken echt super lekker. Het hele huis ruikt naar de kruiden die erin zitten. Naar de kaneel en naar de anijs. En naar de gember natuurlijk. Oké. Wat zijn ze dan? De Friese doemkes. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat leuk? Dan een duimpje omhoog en vergeet ik zeker niet te abonneren. We posten elke maandag om 4 uur een nieuwe video. Heb je dit nou gemaakt? Tag me op Instagram. Vind ik super leuk om te zien. Al mijn socials staan in de beschrijving. Waaronder ook het hele recept helemaal uitgewerkt. Dus dat ga ik zeker even checken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Doei!